Dag. Mijn naam is Wim Dubbing. Ik ben hoogleraar bedrijfsethiek aan het Departement Filosofie van Tilburg University. Graag vertel ik u wat meer over de mastertrack ethiek van bedrijf en organisatie. De laatste 150 jaar is de samenleving erg veranderd. Ook zichtbaar erg veranderd. De opkomst van de auto, de computer, de emancipatie van de vrouw. Allemaal grote veranderingen en ook allemaal heel zichtbaar. Er is ook een verandering die veel minder zichtbaar is, maar toch even fundamenteel. Ik kan er ook geen mooie plaatjes bij geven. Om deze verandering te onderkennen, moeten we heel goed kijken. Laat ik een voorbeeld geven. Een tijdje geleden kocht ik dit apparaatje. Het is een melkschuimertje waarmee je lekkere cappuccino kan maken. De mevrouw in de winkel was een buitengewoon aardige dame. Zij had er ook één, zij kon me de ding met korting geven en ze had er nog twee op, voorbeeld, op voorraad. Ik was onmiddellijk verkocht. Thuisgekomen deed dat dingetje het perfect. Drie keer toen. Toen was het kapot. Ik ging terug naar de aardige dame. Of ik ook een bon had. Beleid meneer. Zonder bon kon ze voor mij niets betekenen. De organisatie meneer. De aardige mevrouw was plotseling een stuk minder aardig geworden. Maar daar moeten we doorheen kijken. Haar veranderende houding laat zien wat ze altijd al was geweest: een vertegenwoordiger, iemand die een rol speelt. De moderne samenleving is een samenleving van organisaties, van abstracte structuren, procedures en regels. Een samenleving waarin mensen een rol spelen. Organisaties beheersen ons leven van de wieg. Tot het graf. Van kraamkliniek tot school, tot bedrijf, tot begrafenisonderneming. Dat organisaties zo belangrijk zijn valt niet zo op, omdat ze altijd worden vertegenwoordigd door mensen. De opkomst van de, van de organisatie heeft de wereld heel erg veranderd. Alles wordt veel grootschaliger. Dat heeft soms goede effecten, maar soms ook minder goede effecten. Denk aan milieuproblemen. De organisatiesamenleving is ook een samenleving waarin veel meer wangedrag lijkt voor te komen. De organisatiesamenleving is een risicosamenleving. In de mastertrack-ethiek van bedrijf en organisatie eh, bekijken we de vraagstukken die samenhangen met de opkomst van de organisatie. Ik noem een aantal voorbeelden. Waarom verdampt binnen organisaties. Verantwoordelijkheid zo snel. Kan de organisatie ook integer zijn? En hoe moeten we dat denken? Kunnen mensen binnen organisaties eigenlijk nog wel integer zijn? Waarom zijn er in organisaties altijd zoveel spanningen tussen managers en uh, ex uh, experts? Waarom kunnen managers niet inzien dat het aantrekken van een steunkaus om zoveel meer gaat? Dan het aantrekken van een steunkous. En is binnen organisaties eigenlijk nog wel zinvol werk mogelijk? Of hebben mensen als Marx en Kafka toch gelijk? Of zijn Kafka en Marx hopeloze romantici? Uh, Ebo is een filosofie. Master. Dat uit zich onder andere in het gegeven dat we deze vraagstukken uh, analytisch, conceptueel en moreel benaderen. benaderen. Het uit zich ook in het feit dat we deze vragen beantwoorden in het licht van de filosofische traditie. Filosofen die door onze kerndocenten uh, belangrijk gevonden worden zijn onder andere um, Sartre, Peirce en Habermas. En natuurlijk Aristoteles en Kant. We leunen in de Mastertrack um, ethiek van bedrijven en organisatie ook op andere disciplines, zoals de organisatiekunde en de sociologie. Deze disciplines hebben we vanuit hun eigen denkkades het fenomeen organisatie al veel langer bestudeerd. We kijken in de Mastertrack naar alle soorten organisaties, maar er is wel een kleine focus op bedrijven. En de reden daarvan is een goede, namelijk dat um, de opkomst van de organisatie vaak. Samengezien wordt met de opkomst van een bepaald soort denken, met een bepaald soort rationaliteit. En die wordt het meest naar voren aanwezig geacht op de markt. De mastertrack Ethiek van Bedrijf en Organisatie richt zich op praktische vragen. Filosofie gaat nergens over als het niet gerelateerd kan worden aan praktische vragen, aan de samenleving. Maar dat doen we wel vanuit de filosofie.